serie Sex and the City is natuurlijk een internationaal megasucces. De vraag is alleen, is de film net zo goed of is het niet meer dan een goedkoop aftreksel? Wat heb jij nou met Sex and the City? Wat heb ik niet met Sex and the City? Ik volg het al vanaf het eerste uur, dus... Ik ben geen fan, maar ik kijk er wel vaak naar. Wel, want het is eigenlijk gewoon heel erg vrouwenfilm en serie. Vrouwenserie, ja. Nou ja. Als je een vrouw wil leren kennen, kan dat misschien via Sex and the City. Het is educatief. Heel weinig, behalve de mode, niet de seks. Ik heb, ik denk wat alle vrouwen met Sex and City hebben. Gewoon lekker op de bank hangen met vriendinnen, met chocola. Het is enorm cliché, mannen, ik weet het, maar het is echt zo, we houden ervan. En volgens mij, mannen eigenlijk ook wel een beetje, hoor. Ja, het is heel leerzaam van mannen. De cameraman schudt zijn hoofd. Can we kiss goodnight? It's the last single girl kiss. The ultimate single gal, Carrie Bradshaw, will be married to John James Preston come fall. Should we get you a diamond? No, just get me a really big closet. Heb je zelf al Sex in the City? Heel vaak. Echt, iedere dag als het kan. Maar de gesprekken van de meiden, herken je erin? Heb je het zelf ook zoveel over seks? Nou, als mijn vriendinnen of mijn zus... Nou, jij bent ook niet zo. Jij bent ook geen tuttebol. Maar als mijn vriendinnen op dat niveau komen, dan zeg ik, ik ga even buiten een sigaartje roken. Ah, we gaan niet echt zo van Sex and the City diep intiem, maar tellen elkaar... Sorry hoor, maar soms in de kleedkamer zijn we heel erg. Ja, er komt alles boven water. Ja. Hoe erg is het dan? Ja, daar ga je niet meer. Ik heb jou nooit horen roepen op mijn dildo, hoor. Wat? Nee. Nee. Nee, zeker niet zo expliciet. Nee. Dat is niks voor jou. Nou, maar ik ken bijna geen vrouw die er zo over praten. Helemaal, ja. Ja, dat zul je herkennen. Alle intieme details, hoppakee. Hoppakee, over die tafel. Ja, dat is het verschil tussen mannen en vrouwen, hè? Bij mannen is het, hoe was het? Ja, tof. Nou, oké, biertje. En bij vrouwen is het toch, oké, je kwam binnen en toen... After years of living in the city, I assumed that if my friends and I ever got our fairy tale endings, that would be the end of the story. Hello. Welcome home, baby. I always knew she'd marry big. You thought that after the second breakup? Yep. After the 15th? Uh-huh. We broke up a lot. Ben je niet een beetje bang dat de goedkope rip-off wordt van de serie? Ze moeten natuurlijk wel uitkijken dat het niet een beetje herhaling naar herhaling wordt. Ik bedoel, 6 seizoenen kun je behoorlijk veel mee en dan nog een film. Ik heb gehoord dat er een sequel eraan komt. Dat er een sequel, een tweede film er ook misschien op de planning ligt, op de tafel. Maar ja, ik ben benieuwd wat er gebeurt. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eindigt, want het is heel raar om zomaar aan al die gebeurtenissen een eind te breien. Ik ben zelf heel nieuwsgierig naar hoe ze dat nu geflikt hebben, zeg maar. Dus daar ben ik het meest benieuwd naar. Nou ja, ik denk aangezien alle vier de dames meedoen en het een redelijke miljoenenproductie is, dat ja, of het ooit zo goed zou worden als een serie, daar ben ik heel benieuwd naar. Zoals je ziet, de meningen zijn verdeeld, maar wat het ook is, het zal sowieso wel aanslaan op naar deel 2.